wordt de laatste tijd geteisterd door corona. Verloor afgelopen maandag in de beker met 6-0 van Go Ahead. Hier wel de eerste kans voor Sidney van Hooijdonk tegen NEC. Dat nu ook 8 spelers mist door een uitbraak binnen de selectie. In de competitie, NAC, de laatste 2 wedstrijden ook al verloren. Dit is de 8e minuut, bal teruggelegd naar Ondaan en die schiet hem keurig binnen. Op aangeven van Bart van Rooij. NEC al vroeg op voorsprong. Ploeg die langzaam aan het klimmen is op de ranglijst. 4 wedstrijden ongeslagen. Vorig weekend 2-1 gewonnen van Go Ahead bijvoorbeeld. Lange bal van achteruit. En met de buitenkant genomen, aardig bedacht, door Okita. Een hele jonge doelman op doel bij NEC. Die hier de bal op de paal ziet vallen. Doelman Schuurman. Omdat Alblas en Brandenhorst er allebei niet bij zijn. Poging van NAC was van El Alucci. 0-1 is de ruststand. Hier gaat Okita. Zoekt zijn tegenstander Noblegas op via de binnenkant. En de redding van Nick Olij. Die voor deze wedstrijd bronzen schild kreeg voor het zijn van de beste doelman in de eerste periode. Okita na een missetje achterin van Riera. Okita net over het doel. Zo zijn in de tweede helft zeker de beste kansen voor NEC. Weer een misser achterin nu van Reusler. Weer Okita en goed gekiept van Olij. Die even laat zien waarom hij die award heeft gekregen. NAC op zoek naar een doelpunt. Al 3 wedstrijden op rij niet gescoord. Hier gaat Venema. Dit moet hem dan zijn voor NAC. Maar Schuurman ziet die bal recht op zich afkomen. Weer geen doelpunt voor NAC. Weer een nederlaag voor NAC. En een knappe overwinning van een gedecimeerd NEC.